En dit is weer een keertje wat anders dan Jong en Klein. Oh, Klein, dat zou eventueel nog kunnen, maar zeker niet meer Jong. Ja, dit is echt wel voor Michiel Kramer weggelegd, dit soort gesprekken. Uiterst sociale jongen. Als we iets verlaat zijn, weet u de reden. Het maakt allemaal niet uit. Want ook deze mensen verdienen een mooie middag. Vanwege de week tegen eenzaamheid mogen deze mensen met RKC en Sparta het veld op. De opstelling van RKC ongewijzigd ten opzichte van Cambuur thuis 5-1. En Julian Lelieveld toont zich een keurig hoeder over deze meneer. En zo begint Sparta aan het uitduel in Waalwijk op twee posities. Dus anders dan twee weken geleden. Namli start en ook Verschuren begint. Saito op de bank en Kitolano ook. Beide een beetje vermoeid na de interlandperiode. De week tegen eenzaamheid verdiende aandacht. De stadionramp in Indonesië verdient ook zeker aandacht. En daarom, net als op de andere velden in de Eredivisie, beginnen we met een minuut stilte aan deze wedstrijd. Muisstil. En zo hoort het ook. Pinto. Lauritsen wijst. Daar wil ik hem ongeveer hebben. Hij krijgt hem daar waar hij hem wilt. Schampt de bal te veel. Echt wel een kopkans. Voor Tobias Lauritsen. RKC 9 punten. Sparta 10 punten. Het ontloopt elkaar niet veel na blok 1. Hoe is dat gedurende deze 90 minuten? Mijnans. Mijnans probeert het in de korte hoek. Zo start Sparta offensief. Diepgang bij Verschuren. Perfect bediend. Vaassen doorziet het gevaar. En wie daar geparkeerd staat, moet hopen dat de bal zijn auto net mist. Van Krooi probeert het maar een keer. In de handen bij Vaassen. En zijn broer, u ziet hem met ingezwachtelde pink, Delano. Hens van Mijnans. Maar RKC kan verder. En RKC kan goed verder. Bellasani chipt hem heel goed daar naar de lange Kramer. En zo opent RKC in minuut 10 de score. Hier zal hij wel weer over hebben nagedacht. Want Michiel Kramer denkt altijd na over zijn manier van juichen. Deze bal van Bellasani is echt heel vernuftig. Want hij weet dat hij alleen op deze manier een kans biedt aan Kramer. Ver gegooid, Lauritsen verlengt. Daar komt Fase met twee vuisten. Sambo. Nog altijd de Sambo. Verschuren. Van der Buis, Lelieveld. Clement. De Guzman. Namli. Lauritsen vertrokken en Lauritsen krijgt de kans op de gelijkmaker. Vaassen. Het is voldoende om de 1-1 te voorkomen.
Even schrikken. Maar het valt mee. De schrik. Namli. De Guzman. Mijnans speelt hem door naar Verschuren. En zo komt Sparta zo langzamerhand in het gebied waar je echt gevaarlijk kan worden. Mijnans kan niet lekker uithalen. Niet vol. Pinto. 1-2 met Van Krooi. Verschuren. Verschuren. Pinto. Dit is een prachtige aanval. Alleen Lauritsen wordt niet bereikt. Van Krooi. Lauritsen legt hem daar neer voor Verschuren. En die glijdt hem binnen. Zoals gezegd, hij komt niet uit de lucht vallen. Wel letterlijk, want die bal komt hoog naar beneden donderen. 1-1. En is er geen sprake van buitenspel? Dat willen ze vooral bij RKC weten. Maar dan legt Lauritsen hem daar perfect neer met het hoofd. Heel bewust. En reageert Verschuren goed. En maakt hij zijn eerste treffer van dit seizoen. Het is een geweldige aanval. Die Van Krooi alleen niet afrond omdat hij iets te veel tijd neemt. Maar als je deze van begin tot eind bekijkt, moet je hem opslaan en in een mapje stoppen met zo hoort het. Kramer naar de kant. De grimas verklaart dat er toch iets niet helemaal in orde lijkt te zijn. We weten nog wel een dribbeltje uit te peuren. Hoekschop. In één keer binnengedraaid. Maar Fase staat dat niet toe. Is het toch een lekker middagje voetballen hier. Goed werk van Anita. En uiteindelijk komt RKC ook verder. Kuipers, Bellassani nu als spits kiest positie. En hij krijgt die bal ook nog. Bellassani doet zijn jeugdliefde pijn. Door er 2-1 van te maken voor RKC. En dit begint dus bij Anita, die hier Mijnans in de luren legt. Dan valt hij precies voor zijn voeten, de balletje van Kuipers. Heel bewust wel gegeven. Pinto schenkt de bal aan Kuipers. Worden de problemen nog groter voor Sparta. Er komt een rode kaart voor Sambo. En daar zit geen spoortje twijfel bij Ingmar Oostrom. En dus worden de problemen nog groter voor Sparta. Ja, eerst op de binnenkant van de knie. Dat heeft de scheidsrechter goed gezien. Ik snap dat hij hier rood voor geeft. Bellassani, wat scheelt het? Mijnans, Lauritsen, Pinto. Hier zit wat in voor Sparta. Pinto! Het wordt slechts een corner. Kwartiertje nog op de klok. En Vaassen met een vuist. Pinto. Maar nog maar een keer, want daar staat nog Vriends. Daar staat Lauritsen uiteraard. En ook Verschuren. En het is 2-2. De 10 van Sparta komen langzij. Heerlijke voorzet. Daar begint het mee. En Verschuren is het volgens mij die hem binnenknikt. Het zou kunnen zijn dat Adewoye de ongelukkige is in RKC zei. Het is sowieso 2-2. Slim laten lopen door Clement, maar goed, er staat niemand. Vriend. De schepping vroeg.
is het een leuk potje hier. En we hebben nog eventjes Clement. Bijna het volgende boeiende moment. Lobete. Vriends moet oppassen, want het 16 meter gebied is bereikt. Lobete, Schoonewald, knappe redding. Nou, prima demarrage van hem. Met bal, rapper dan Vriends zonder. Heerlijke wedstrijd gezien in het Mandenmakerstadion. 4 goals, volgt er nog een toetje, een apotheose. Gary wil daar wel voor gaan, maar het schot niet al te lastig. Afgelopen in Waalwijk. RKC en Sparta vermaakten en blijven in balans na 98 boeiende minuten. 2-2.